Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu- en Gezondheidsdienst van het districtscommissariaat Noordoost hebben de afgelopen periode verschillende eetgelegenheden gesloten. Deze hadden zich niet gehouden aan de hygiëne- en vergunningsvoorwaarden. De restauranthouders hebben tijd gekregen om deze misstanden te corrigeren. In dit kader heeft DC Mike Nerkust een voorstel ingediend bij minister Antoine Elias om een keurmerk te introduceren voor de verschillende eetgelegenheden. Een keurmerk is een kwaliteitsoordeel dat het product, in dit geval de eetgelegenheid, in orde is. We hebben hem al een hele tijd uitgewerkt, toch? En eigenlijk zijn we nu in de finale fase. Toch? We hebben ook gesprekken gevoerd met, ik denk, 2 dagen geleden was ik toch bij de minister van Volksgezondheid. Toch? En we hebben dan gezeten en gesproken en we gaan dan de samenwerking intensiveren. En we gaan kijken hoe we dat eigenlijk gezamenlijk toch veel meer en veel beter ons werk kunnen doen met dat gedeelte van de keurmerk erbij. En wie is we? De bestuursdienst en het ministerie van Volksgezondheid leest het BOG. Daarna krijg je een controle, want de informatie is al verstrekt. En hoe vaak is de controle? De controle is net zo vaak als het kan. Toch? Maar we moeten niet zitten op de controle, we moeten ook zitten op de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. En daar gaat het om. We slaan iedere keer de plank mis. Ja. We gaan iedere keer richting, we kijken de andere kant op. De verantwoordelijkheid van de persoon die voedsel produceert en het aan de man brengt, die verantwoordelijkheid moeten wij aanspreken. En als hij zich niet houdt? Als hij zich niet houdt daaraan, dan is het logisch gevolg dat als de controle komt, dan gaat zijn zaak dicht. Voedseltechnoloog Ricky Stuttgart zegt dat hij nog niet op de hoogte is van het doorvoeren van een keurmerk voor eetgelegenheden, maar vindt het wel een goed initiatief. Maar ik ben wel voorstander van een keurmerk, maar kijk, op de universiteit hebben we dus die studierichting agroprocessing. En er zijn voedseltechnologen die afstuderen. En in de afgelopen 3-4 jaar zijn een batterij aan voedseltechnologen afgestudeerd. En op PTC heb je ook een opleiding voor food handling. Waardoor dus ik zie eerder dus dat die groep van mensen, net als hoe je hebt bij auto's waar je jaarlijks gekeurd wordt, dat zij bijvoorbeeld dan bedrijven opzetten en dan dus die food handlers gaan keuren. En de instanties als BOG en de DC, die moeten blijven om aan de bel te trekken. Want je kan altijd een situatie hebben dus dat wanneer, laten we even aannemen, ik heb zo een keuringsbedrijf waar ik levensmiddelen kan controleren. En op een bepaald moment word je amicaal met bepaalde klanten en dan ga je bijvoorbeeld dus dan minder serieus zijn. Dan moeten nog steeds die overheidsinstanties de gelegenheid kunnen hebben om tijd controles uit te oefenen. Ricky Stuttgart, voedseltechnoloog. Hij was donderdag samen met DC Mike Nerkus te gast in het actualiteitenprogramma Panorama. Zij spraken over het invoeren van een keurmerk voor alle eetgelegenheden.